Vorgas, dat wordt telefonisch. En dan praten wij met de nieuwe directeur, dat is mevrouw Laureen Jubitana. En zij is directeur op het directoraat Duurzame Ontwikkeling in Heemsen, op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Mevrouw Laureen, goedemorgen en welkom in Mantidaki. Ja, goedemorgen meneer Spier. Ja, hoe gaat het met u? Het gaat hoor. Ja, mooi zo. Ja. Mooi zo. Sinds kort bent u de directeur. Nieuwe uitdaging en hoe kijkt u er persoonlijk er tegenaan? Het is inderdaad een uitdaging, maar het biedt ook mogelijkheden om meer te doen voor de inheemse gemeenschappen. Om eigenlijk meer een balans te brengen tussen het werk van de overheid en het traditioneel gezag voor de overheid. Zo zie ik dat. Ja, u noemt het balans brengen. En het is een uitdaging. Hoe gaat u dat? Hoe gaat u invulling daaraan geven? Nou, dus samen met vanuit het beleid van het ministerie en vanuit de zienswijze van het traditioneel gezag zullen dan zaken aangepakt worden. Want eigenlijk hebben zowel het ministerie als het traditioneel gezag hetzelfde doel om de situatie van inheemse volken beter te maken. Dus van daaruit wordt er gewerkt. Ja. Eigenlijk geen vreemd terrein voor u, want u was directeur op het bureau van de FITS, dacht ik zo. U zult me corrigeren als ik het verkeerd heb. En nu bent u directeur. Eerst was u aan de andere zijde en nu bent u aan deze zijde. Dus eigenlijk kunt u makkelijk die verbinding maken, hè? Ja, dus dat bedoel ik ook, hè. Om de balans te vinden, omdat ik dan die ervaring heb met het traditioneel gezag, met de gemeenschappen. Ik ken de gemeenschappen van binnen en van buiten, zeg maar. En dat er dan nu op deze manier vanuit de overheid eigenlijk gestroomlijnd moet worden, als je het zo kan zeggen. Ja, dat is hetzelfde werk, dezelfde doelgroep en dezelfde doelen. Precies, dus eigenlijk kunnen we zeggen, the right man, the right woman on the right place, om het maar zo te zeggen. Heb ik dat goed gezegd, mevrouw? Daar gaan we voor, weet je, want de uitdagingen zijn er. Ja. En je moet dan die mogelijkheden zoeken om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, toch? Mm-hmm. Ja. Als we even kijken naar, om het maar zo te noemen, de groep inheemse in Suriname, dan zijn er een heleboel uitdagingen. Eigenlijk, vanaf jaar en dag, als we het zo mogen zeggen, zijn er uitdagingen waarmee deze groep te kampen heeft. Ja. Een belangrijkste daarvan is huisvesting, elektra, watervoorziening, goed drinkwatervoorziening om het beter te zeggen. Ja. Maar als we ons even richten op dat gedeelte van Zuid-Suriname, dan praten we over Kwama zo'n beetje, hebben we de kapitein, de grandma horen zeggen van luister nou, wij kampen met enorme problemen, vooral als we praten over het onderwijssysteem. Want de onderwijswoningen, die laten te wensen over, kinderen krijgen niet echt gedegen onderwijs. U bent bekend hiermee, want u zat aan de andere kant van de tafel. Wat gaat u allemaal doen binnen zeg maar, afzienbare tijd om dat van Zuid-Suriname op te lossen, om het maar zo te zeggen? Ja. Het zal zijn natuurlijk binnen het beleidsplan van de overheid. En we weten allemaal, het is niet vreemd voor ons dat de overheid weinig geld heeft. Dus we moeten zien, we moeten kijken, weet je, hoe je dat gedaan kan krijgen. Het zal niet met een wonderstokje gebeuren dat er nu grote veranderingen komen. Maar ik denk dat geleidelijk aan, om samen met ook de andere ministeries die belast zijn, bijvoorbeeld elektrificatie, dan denk ik aan NH, sociale zaken, huisvesting. Weet je, dat je ook samen met andere ministeries gaat kijken om dit soort zaken aan te pakken. Maar dat het misschien gestructureerder moet. En misschien een beetje meer pressure erop. Maar we zullen natuurlijk hieraan werken. Net wat ik zeg, de leefsituatie verbeteren van de inheemse volken in Suriname. En dan bedoelen we ook natuurlijk Zuid-Suriname. Ja. Ik heb ooit eens gesproken met een van de prominente leden als we praten over het traditioneel gezag. En de meneer wist me aan te geven van luister, eigenlijk hebben wij inheemse een probleem in Suriname. Want formeel zijn we niet erkend. Als we dan refereert hij terug naar de twee rechtszaken die zijn aangespannen tegenover de staat. Vanuit Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten. Commissie en Hof, inderdaad, voor Mensenrechten. En hij zegt, de inheemse zijn formeel niet erkend in Suriname.
Hoe kijkt u? Want nu zit u aan de zijde van de overheid. Ik probeer u ook niet in voor een moeilijk vaarwater te plaatsen hoor. Maar hoe kijkt u persoonlijk hier tegenaan? Nee, u weet ook dat we samen met de overheid hebben gewerkt aan het concept wet collectieve rechten inheemse en tribale volken. Mm-hmm. Het was vorig jaar ingediend bij de DNA, maar het is intussen nu bij de nieuwe in de nieuwe regering is het dan weer gestuurd naar een commissie om te kijken of alle maten dicht zijn of de wet wel goed is om in te dienen. En we kijken hoopvol ernaar uit dat samen met de overheid en het traditioneel gezag dat deze wet wordt ingediend en dat het wordt goedgekeurd binnen de assemblee. Omdat, net wat u zegt, we zijn bij wet niet erkend als inheemse. Maar we hebben de uitspraak, we hebben het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof in de Kalinya Lokono case. Dus dat is een belangrijk onderdeel hiervan, dat het uitgevoerd moet worden. En het concept wet collectieve rechten inheemse en tribale volken is onderdeel hiervan. Dus als wij dat al goedgekeurd kunnen krijgen, dan zijn we al een stap ver vooruit. Mm-hmm. En de regering heeft ons beloofd dat dit jaar dat nog behandeld wordt in de assemblee. Dus we kijken reikhalvend uit naar dat moment. Ja. Ander punt dat speelt, mevrouw Lorraine, mm-hmm. in een vergadering, dat was in 2010, is er aangegeven dat er een bezorgde situatie heerst over de groep. Vandaag praten we echt over de groep inheemse hoor. En dan praten we over de chronische ziekte. Iets als suikerziekte, hoge bloeddruk. Is iets dat hoog tijd vier binnen deze groep. Niet alleen maar over het algemeen, maar om te praten specifiek over de inheemse in Suriname. U zit nu aan de zijde waar het beleid gemaakt kan worden op dit vraagstuk. Wat mogen we van u verwachten? Wat mag de groep in het bijzonder van u verwachten? Laat mij zeggen dat ik ook in het kader van het werk van de FIT mm-hmm. hebben wij de afgelopen 2 jaar ook gewerkt aan een beleidsstuk over gezonde leefstijl bij inheemsen. Omdat wereldwijd onderzoek ook heeft uitgewezen dat eigenlijk de traditionele voeding van inheemsen heel gezond is. En wij hebben dus geprobeerd de afgelopen tijd dan daaraan te werken. En ik denk dat met die informatie het ook makkelijker zal zijn om een beleid te maken op dat stuk. Of in elk geval te kijken met het ministerie van Gezondheid en andere deskundigen. Weet u, want de medische standing werkt ook in het binnenland. En dat we dan ook samen kijken van hoe kunnen we dat beter maken. Mm-hmm. Weet je, maar net wat ik zeg, het is een proces. Dus wij gaan kijken hoe dat allemaal aangepakt kan worden. Want het is inderdaad op dit moment een situatie waarbij je zegt dat inheemse, weet je, heel veel diabetes en hoge bloed hebben. Ja. Dus er moet iets aan gedaan worden om dat te verminderen. Mm-hmm. Als we kijken naar uw verantwoordelijkheden, mevrouw Jubitana. En u heeft natuurlijk ook, als ik zo goed naar heb geluisterd, heeft u ook uw prioriteitenlijst. Maar wanneer, zegt mevrouw Jubitana, binnen uw directeurschap, we gaan ervan uit dat u 5 jaar aan zit. Wanneer, zegt mevrouw Jubitana, persoonlijk heb ik een bijdrage geleverd om de groep naar een betere hoogte te brengen? Eigenlijk is het niet aan mij om te zeggen van wanneer ik de groep heb gebracht naar een grotere hoogte, maar wanneer ik uit het veld, weet je, die signalen krijg. Ja, inderdaad, dat snap ik. dat snap ik natuurlijk, dat snap ik. Maar persoonlijk heb je toch iets als mij. Ik heb een prioriteitenlijst en dit wil ik graag bewerkstelligen, dit wil ik graag gedaan hebben. Dan weet ik voor mezelf van, ik heb een bijdrage geleverd. Ja. Nee, waar ik altijd van uit ben gegaan en dat ik ook nog zeker in geloof, is dat wanneer gemeenschappen zelf in staat zijn om hun ontwikkeling ter hand te nemen, wanneer zij zelf in staat zijn om te werken, weet je, aan een betere situatie in hun gemeenschap,
Dan kan ik zeggen van, ah, ik heb een goede job gedaan. Mm-hmm. Toch? Want niemand kan ontwikkeling brengen voor je. Het moet van binnen uitkomen. Mm-hmm. Maar je moet wel de tools krijgen, weet je, om versterkt te worden, om dat zelf te kunnen doen. Ja. Sorry hoor. Je hebt even gesproken over erkenning van grondrechten. Maar aan de andere kant hoor ik ook dat er wordt aangegeven vanuit de groep van we moeten praten over land, over een landbeheersingsplan. Is er een verschil daarin? Nee, er is geen verschil. Maar wat het is dat het grondrechten, nog zeg maar de erkenning om te komen tot grondrechten, een proces is. En we hebben sinds 2000 of zeg maar 1999 is FIT gestart met een proces. Weet je, waarbij de gebieden in kaart zijn gebracht. Weet je, de demarcatieprojecten. En daarbinnen is er ook onderzoek gedaan naar het traditioneel gebruik en bewoning van het gebied. Want als je gebied in kaart hebt gebracht, en moet je weten wat je in je gebied hebt. En wanneer je dat weet, dan maak je je beheersplan. Omdat je dan moet gaan managen wat je in je gebied hebt. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want wanneer de grondrechten zijn erkend, dan moet je ook je gebied kunnen beheren. Vandaar dat wij ook zeggen van, het beheersplan is een belangrijk onderdeel van de grondrechten. Toch? Want je gaat je gebied managen. Oké. Okay. Nee, dan hebben we dat gehoord, mevrouw Jubitana. Van deze plaats uit wensen wij u heel veel sterkte. Ik wil dat ik dat goed heb gezegd. Om zeg maar, u een beetje te empoweren. Om de beste ervan te maken. En het zal niet de eerste keer zijn dat we elkaar spreken. Bij de toekomst hoop ik dat we u vaker mogen spreken. Vooral als we praten over de inheemse in Suriname. Oké, dank u wel. Nee, zeker als het over de inheemse gaat. Dan zijn we altijd bereid om te praten. Oké. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Okay, ja, beste kijker, we hebben gesproken met de directeur en dat is mevrouw Lurien Jubitana. We hebben zo een beetje gesproken over de inheemsen in Suriname. En heel belangrijk om mee te nemen is dat de erkenning van de groep nog moet plaatsvinden. En ik hoop maar dat binnen afzienbare tijd gebeurt. Natuurlijk, ik ben geen beleidsmaker, maar van deze plaats hopen wij dat gauw van de grond komt.